Opnieuw woede en verdriet bij de nabestaanden van de MH17-ramp. Ditmaal vanwege de excuses van minister Van der Steur aan patoloog-anatoom Sjors Maat. Making a Murderer is de nieuwe hitserie van Netflix. Advocaat Ines Wesky is groot fan. Maxime Hartman debuteert als speciale voetbalverslaggever van de NOS. Celblok H keert maandag vervroegd terug. Actrices Eva van der Weijden en Isa Hoes over het succes van de gevangenisserie. En morgen is het Rokjesdag. Welkom bij Jinek. Hartelijk welkom, welkom ook hier aan tafel. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. Erik Akerboom wordt, zoals verwacht, de nieuwe korpschef van de Nationale Politie. Akerboom, nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Defensie, is de opvolger van Gerard Bouwman, die over een paar weken vertrekt. Eerder had hij topfuncties bij onder meer de politie in Brabant en Utrecht en was hij nationaal coördinator terrorismebestrijding. Akerboom moet de reorganisatie bij de politie in goede banen leiden. Ja, mevrouw Wesky, die reorganisatie gaat tot nu toe niet heel vlot. Nee, is hij de juiste man? Eufemisme. Ja, ik zeg het heel voorzichtig. Is hij de juiste man op de juiste plek, denkt u? Ik vraag me af of hij de juiste reorganisatie nu dan voor ogen heeft. Want dit is dan de duizendste reorganisatie die de politie als een soort ameube dan weer centraliseert, decentraliseert, allerlei afdelingen als in een square dance samenvoegt, losmaakt, noem chaos. Het op. Ja, daar zijn rapporten inmiddels over. En ja, dat krijgt hij nu op zijn bord. Mag hij zich in vastbijten. Het is wel een hele knappe man. Het is een pretty boy. Dat zal hem niet helpen, vrees ik. Nee. Het OM heeft de Nederlander Jitse A in het vizier omdat hij in Syrië met de Koerden meevocht tegen IS. De oud-militair vertelde openlijk over de strijd op Facebook en bij 1 Vandaag. Als Dutchbat-militair maakte Jitse A de val van Srebrenica mee. Dat motiveerde hem, zei hij tegen 1 Vandaag, om Koerden te gaan helpen in Syrië. Maar nu is hij verdachte van moord. Moord op IS-strijders. Het is misschien een beetje een gevoelige vraag. Heb je zelf ook in de strijd, denk je, ISIS-militanten gedood? Of... Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar je weet niet hoeveel? Of... Ja, weet ik wel. Ja. Ja, het OM wil het politieonderzoek afwachten. Het lijkt mij qua bewijs een ingewikkelde zaak. Ja, want u weet waarschijnlijk dat bekentenissen sowieso niet genoeg zijn op zich. Hij zegt bovendien, ik denk het wel. Mm. Dat is een op zich vreemde mening, tenzij je van grote afstand ergens op geschoten hebt. Maar dat zal ongetwijfeld onderzocht worden. En als Nederlander, ook als je in het buitenland feiten pleegt, strafbare feiten, kan je in Nederland vervolgd worden. Ongeacht of je dat in een legerverband doet of in schutkleuren, dat maakt op zich niet zo veel. Nee. Zou u zijn zaak willen? Daar ga ik nooit uitspraak over doen. Over wat ik wil en wat nee, ik krijg. Oké, duidelijk. Ja. Lijkt me wel en wat ik doe. Grijp ik. Omdat ik dat altijd zie naar wat er zich aandient en of ik dan zin heb. Heel dat, voorzichtig eigenlijk. Ja, men moet altijd voorzichtig leven. Denk ik vind het trouwens misschien het blurren wel vrij slecht gedaan. Van zijn gezicht? Ja, ik herken die gast heel erg. Zijn maat van je? Nee, dat niet, maar ik denk... Je dat zou hem herkennen in een line-up. Ja. Zeker weten. Ik heb het niet zelf geblurred. Ik geloof dat dit uit de reportage van 1 Vandaag komt. Okay. Dat zeg ik erbij. Gisteren werden de Oscar-nominaties bekendgemaakt en dat leidde direct tot woedende reacties. Je hebt een skibril nodig. Zo verblindend wit zijn de Oscars dit jaar. In de categorieën voor beste acteerwerk zijn dit jaar alle 20 genomineerden blank. En dat is al voor het 2e jaar op rij. En activisten roepen nu zelfs op om vooral niet naar de uitreiking te gaan kijken. This year we're going to do everything we can to drive the ratings down. Hollywood only understands one thing: dollars, dollars, dollars. Doesn't they understand anything else? And dollars means ratings. Ja, louter blanke genomineerden. Verbaas je dat, Isa? Ik leef een beetje onder een steen, geloof ik, momenteel. Dus ik had dit nog niet zo meegekregen. Ja. Maar ja, jeetje. Het heeft ze woedend gemaakt. Ben je verbaasd, Eva, of niet? Ja, eigenlijk wel een beetje. Want ik had juist het idee dat het juist heel goed ging in Amerika met rolverdeling en dergelijke. Ja. Maar blijkbaar is dat weer helemaal naar beneden. Nog niet geregeld, kunnen we zeggen. Rokjesdag valt vroeg dit jaar in Amsterdam. Tientallen mannen demonstreren namelijk morgen in minirok tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding zijn de massa-aanranding in Keulen tijdens de jaarwisseling. De jongerenorganisaties van GroenLinks, SP, D66 en PvdA willen met de actie benadrukken dat vrouwen zich altijd en overal ongestoord over straat moeten kunnen bewegen. En op de bank, in hun uiterst schattige minirokjes, Lyle Muns, voorzitter van de GroenLinks-jongeren, en Bart van Brug van de Jonge Socialisten. Willen jullie even gaan staan, jongens, zodat we echt
kunnen genieten van... Ja. Wow, ja. Wow. Mooi. Heerlijk. Oh, nou. Ik vind het ook leuk dat jullie ook over de rest van de outfit hebben nagedacht. Maar even alle gekheid op een stokje. Waarom is het nodig om dit te doen? Ik vraag het even aan jou, Laurens. Ja, luister, we hebben allemaal gezien wat er in Keulen gebeurd is. En vooral ook de uitleg van de burgemeester die achteraf kwam. Namelijk dat je als vrouw een armlengte afstand zou moeten houden van de burgers die daar leven. Nou, dat is niet de manier waar wij naar kijken. Dat vinden we wel heel erg de omgedraaide wereld. We wilden aantonen dat alle vrouwen in Nederland en in België en overal ter wereld veilig op straat moeten kunnen lopen. Hoe ze ook gekleed zijn, hoe ver ze ook afstand nemen van mannen. En dat iedereen van elkaar af moet blijven. Ja, en heb je het gevoel, want ik denk dat iedereen was verbijsterd over wat er in Keulen gebeurde. Dat gold voor jou ook? Ja, zeker. Nee, ik zat in Marokko op vakantie en ik kreeg de nieuwsberichten daar binnen. Dus ik vond het wel heel erg heftig om te kijken, om te zien dat dat zo kan gebeuren. In een Europese grote stad kwam het opeens wel heel erg dichtbij. Ja, en heb je het idee dat zoiets ook in Amsterdam zou kunnen gebeuren? Ja, ik denk dat je niet moet uitsluiten dat dat alleen maar een Keuls fenomeen zou zijn, dat dat verder nergens anders ter wereld kan gebeuren. We moeten ook rekening houden dat hier zoiets zou kunnen gebeuren. En daarom is je actie zo belangrijk om heel duidelijk aan te kaarten dat we wel willen opkomen voor die vrouwenrechten, dat dat ook in Nederland een probleem is. En dat we daarom de straat op gaan om dat signaal te geven. Ja, jullie zijn niet de enige die demonstreren. In Keulen is ook gedemonstreerd. En ook door de Zwitserse kunstenares Milo Moiré. Laten we even kijken. Een enkele demonstrant staat bij de Dom van Keulen. Uit solidariteit met de vrouwen die tijdens de jaarwisseling werden aangerand en beroofd. Ze staat hier naakt. Dat het een zelfverständelijkheid is die we ons in 50 jaar erarbeitet hebben door emancipierte vrouwen. Dat ik dat leven kan wat ik möchte als vrouw in vrijheid. En daarvoor steek ik heute hier. Goeie zaak. Ja, zoals zij dat aanpakt. Ja. Echt heel stoer. Weet je, ik ben altijd blij als er jongens zijn die op willen komen voor vrouwenrechten en de veiligheid van vrouwen. Tegelijkertijd vraag ik me af of een stel van 1000 randdebielen die vrouwen aanranden, gewoon op een normale avond in de stad, of zij gevoelig zijn voor een paar leuke jongens in een minirok. Nou, dat ze dan denken van, hé, dan stop ik ermee. Nee, ja, ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat dat niet zo is. Dus dat die randdebielen, dat die gestraft moeten worden. En dat geldt voor alle daders van seksueel misbruik. In Keulen en Amsterdam. Want volgens mij ook in Amsterdam is het aan de orde van de dag dat er vrouwen betast, nagefloten, nagesist, uitgescholden worden. En dat is niet oké. Okay. En daarom draaien wij dus morgen een keer de rollen om. Omdat het recht om niet aangerand te worden, dat zou niet moeten afhangen van de kleren die je draagt. Nee, uiteraard. Het is heel sympathiek dit, maar je kan ook als man elkaar gaan corrigeren natuurlijk. Bovendien vind ik het jammer dat feministen dit allemaal aangrijpen om mannen weer zwart te maken. Überhaupt. Nee, tuurlijk. Maar wie doet dat? Want ik ben een feminist, maar ik zou mannen zeker zwart maken. Nou, feministen merk je in de sociale media bijvoorbeeld, dat die dan zeggen, het zijn niet alleen maar asielzoekers. Alle mannen zijn eigenlijk vervelend. We worden dagelijks lastig gevallen. Ja. Dus mannen krijgen een hele slechte naam door dit incident. Feministen grijpen dit aan om weer mannen, zeg maar, te bestempelen. Dat is sowieso achterlijk. Dan is toch altijd de regel, ja, maar het zijn er maar een paar van die mannen die dat doen. Vind ik ook. Hey, en dat corrigeren, Maxime, dat is misschien, daar heb je misschien wel een punt. Dat jongens of mannen, als ze zien dat een andere eikel iets doet, dat ze hem gewoon een beuk verkopen. Ja, ik zou niet een kort rokje aantrekken. Als ik het zie gebeuren, dat wordt niet altijd zeg maar gewaardeerd. Ik heb wel eens een gast zijn vriendin of een vrouw zien slaan op straat. En toen ging ik daarheen en zei ik zou dat niet meer doen. Toen zei hij, bemoei je niet mee. En toen zei ik, nou, ik zou het toch maar niet meer doen. En toen begon die vrouw mij ook uit te schelden van, bemoei je mee, kankerleien. Toen zei ik, nou, krijg je ook maar de tyfus bitch. Ja, maar dat is overigens dat gedrag wat nu beschreven wordt. Ja. Dat heet ook wel, dat is vaak het gevolg van het battered woman syndrome. Ja, ze durven niet voor zichzelf op te komen. Nou, die zijn zo gewend, ook al vanuit huis, dat het gedrag is dat men herkent. Ja. Dus dat is de beroemde relatie die eindigt en dan de volgende. Maar ja, wat moet je dan doen als je op straat eigenlijk iemand wil helpen en die zegt... Nou, je moet eigenlijk vanaf school, vanaf huis, vanaf school al mensen opvoeden, zover dat kan. Ja. Maar goed, er zijn over de hele wereld natuurlijk meisjes die op de vuilnisbelt worden gedumpt. Zeker. In India enzovoort. Zeker, een heel groot probleem. Enzovoort. Lyle, nog eventjes naar jou. Je bent openlijk homoseksueel, je bent ook sekswerker. Voel jij je veilig als je over straat loopt? Ja, ik voel me eigenlijk... Ik ga altijd veilig, ik loop hier in Amsterdam rond en in de rest van de wereld. Ik heb nooit eigenlijk ergens last van. Maar ik moest wel zeggen, vandaag in Marokko voelde ik me ineens een stuk kwetsbaarder. En ik kreeg hier ook aan de deur nog een opmerking van, hey, mag ik op je kontje tikken?
ik kan me dan voorstellen, het was natuurlijk graag bedoeld, maar ik kan me voorstellen als een vrouw dat dagelijks tijdens het uitgaan moet meemaken, dat dat heel vervelend is. En sterker nog, wat dat vind ik zo mooi in deze actie, is het misschien niet zo dat we meteen die daders helemaal van gedachten laten veranderen. Maar ik merkte wel, toen ik mijn ganggenootjes bij de studentenvet vertelde, hey, dit gaan we doen, dat ze ineens hun ervaringen deelden wat betreft seksueel misbruik en wat betreft toespeling die ze dagelijks krijgen. Nou, in dat gesprek, dat vind ik heel belangrijk, dat zij daarmee naar buiten komen. Dat zijn verhalen waar ik als jongen, die gewoon in Amsterdamse straten 's nachts rondloopt zonder iets te horen, helemaal niks van afwees. Dus ik vond dat heel erg, dat vind ik heel fijn in deze actie, dat het echt een gesprek in de samenleving op gang brengt over wat moet een vrouw dagelijks in het nachtleven meemaken. Het wordt morgen tussen de min 1 en 6 graden, hè? Dat weet je. Ja. Heel koud. Heel veel plezier morgen, jongens. Spijt, dankjewel. Ongepast en smakeloos. Zo noemde minister Art van der Steur een lezing van patoloog-anatoom George Maat vorig jaar. Tijdens die lezing had Maat foto's van slachtoffers van de MH17-ramp getoond. Gisteren nam Van der Steur zijn woorden terug en bood hij Maat excuses aan. Ik heb in het gesprek met professor Maat aangegeven dat ik mij in mijn reactie op de avond van de 22 april achteraf bezien te veel door emotie heb laten leiden. En dat het beter was geweest als ik mij zakelijker had uitgelaten. Ik heb hiervoor aan professor Maat mijn excuses aangeboden. En wat vindt u meneer Van der Maat ervan? U ziet geen treurig gezicht en we beantwoorden geen vragen. Waarom niet? Dat is zo afgesproken. Bij mij in de studio nabestaande Robert van Heiningen. Welkom. Bij de ramp heeft u broer Erik, schoonzus Tina en neefje Zeger verloren. Wat dacht u toen u deze excuses zag van Van der Steur? Ik vond het schandalig. Ik vond het Van der Steur het goed aan had gepakt. Kijk, George Maat is natuurlijk hoogstaand man van statuur. Maar hij moet begrijpen dat zeker man van statuur zijn uitlatingen enorme impact hebben. En als je ziet met welke zorgvuldigheid de Nederlandse regering onze nabestaanden heeft gesteund, de slachtoffers heeft binnengehaald en met gemak waarmee dan George Maat dan foto's plaatst als waar hij de foto's van zijn trip op een camping laat zien. Want hij heeft bij een lezing heeft hij foto's laten zien van de slachtoffers. Ja, en zich daarover ook baninerend uitgelaten. Van kijk, heb je weer een zak met wat van die lichaamsresten. En dan moet je begrijpen, die foto's zijn echt vreselijk. Aan onze nabestaanden is door politie, door LFTO gezegd van die moet je niet zien. En als George Maat dat dan laat zien op een bijeenkomst die niet besloten is, dan lekt hij niet alleen informatie, maar dan schoffeert hij ook de nabestaanden met dit soort uitlatingen. Van der Steur had aanvankelijk ook gezegd dat hij dat ongepast en smakeloos vond, maar nu heeft hij er een grote draai gemaakt, is diep door het stof gegaan. Dat neemt u hem kwalijk ook, de minister? Nee, ik neem het minister niet kwalijk. De minister zal gebonden zijn aan contracten, aan overeenkomsten. Kijk, George Maat die heeft het natuurlijk clever gespeeld. Hij heeft gezegd van ja, ik ben misschien buiten mijn boekje gedaan, maar dat mochten er meer. Alleen hij gaat aan het ethische aspect voorbij. En het ethische aspect, daar zou je een man van de statuur van George Maat zou je toch meer mogen verwachten, net als van zijn beroepscode. Het is toch niet normaal dat een forensisch patholoog dat hij gewoon maar foto's van zijn slachtoffers gewoon publiceert. Mm-hmm. Op een bijeenkomst waarin daadwerkelijk ook wordt gezegd van niet alleen voor studenten, maar iedereen die geïnteresseerd is. Alsof je eventjes naar de kroeg gaat en vervolgens even George Maat ziet. En dan vervolgens weer verder gaat praten. Laten we even kijken naar wat George Maat van de zomer hierover zei in mijn programma. Nabestaanden waren woedend over het feit dat die foto's zijn gebruikt bij die lezing. Begrijpt u die woede? Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik zeker. En ik betreur natuurlijk ook dat de nabestaanden daarin betrokken zijn. Ook al was dat niet mijn bedoeling en ook al is dat door een ander gedaan. Wat vindt u van deze uitspraak? Ja, als hij dat echt betreurt, dan staat hij niet zo triomfantelijk met zijn vinger voor zijn mond naast de minister. Ik denk, het gaat over George Maat. En het lijkt wel of George Maat belangrijker is dan het werk wat hij heeft verricht. Waarvoor hij ook betaald is als professional. Natuurlijk heeft hij meegedaan aan het onderzoek naar de identificatie van de lichaamsresten. En daar waarderen we hem ook voor. Maar hij moet zich niet boven die MH17 gaan stellen. En dat is wat er nu gebeurt. Ja, hij heeft, dat is vanavond bekend geworden, een klacht ingediend tegen RTL Nieuws bij de Raad voor de Journalistiek. En hij zegt,
Maat zegt dus, RTL Nieuws is de bron van alle ellende. Want twee verslaggevers waren bij die lezing. Die hebben heimelijk opnames gemaakt en zodoende is het naar buiten gekomen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is een wat beperkt zicht. Vanuit zijn standpunt zal dat ongetwijfeld zo zijn. Maar ik denk dat RTL 4 hier goed werk heeft verricht. Want die brengt het tenminste aan de openbaarheid. Anders hadden we dat ook niet geweten. Maar het is toch verschrikkelijk als je denkt van dat daar lichaamsresten van je bodyparts, zoals het eufemistisch ook wordt genoemd, van je familieleden, dat die daar gewoon getoond worden zonder enige respect. Ik begrijp dus dat het nodig is om uitleg te geven, om kennis over te dragen. Mm-hmm. Maar dan doe je dat in een gesloten setting. En dan zou het best kunnen zijn dat je uit hoofden van je professionaliteit wat verder gaat dan je normaal gesproken zou doen. Maar dit is gewoon in openbare setting gezet. En ja, als je nu kijkt, sinds 1 januari heb je de wet datalekken. Nou, ik zou hem aangeven. Het gaat de hele tijd nu over Sjors Maat en over de positie van Van der Steur. Er wordt over gedebatteerd in de Tweede Kamer woensdag. En het gaat heel erg weinig eigenlijk over de echte onderzoek naar de ramp. Is dat voor jullie ook problematisch? Lijkt mij tenminste. Ja, het duurt natuurlijk erg lang. Je wil natuurlijk zo snel mogelijk wil je de uitsluitsel over hebben. Het rapport van de Raad van de Veiligheid ligt op tafel. Het rapport van het Openbaar Ministerie is gezegd, ja, vorig jaar is gezegd, dat kan nog wel een jaar duren. Nou ja, dat zal waarschijnlijk ook na de zomer wel kunnen. Kijk, het is natuurlijk voor politiek, er zitten veel belangen bij. En ja, als nabestaande heb je daarmee te dealen. Ja. Dus ik denk van, ja. Maar dit is wel wat Rutte erover zei toen. Dames en heren, laat één ding vanmiddag glashelder zijn. We willen de onderste steen boven krijgen. We zijn nu 1,5 jaar verder. Ja, die steen die wordt wat verschoven, maar die is nog steeds niet natuurlijk boven. En daardoor krijg je ook dat allerlei randzaken, zoals nu dat met professor Maat, eigenlijk de boventoon gaan voeren boven waar het daadwerkelijk om gaat. Dat is afronding, dat is goed onderzoek. En dat is ook rouwverwerking waar wij heel druk mee bezig zijn. Wat zou u willen van Sjors Maat? Dat hij zich realiseert wat de impact van zijn uitspraken is. En dat hij ook nadenkt over de ethiek van zijn vakgebied. En als hij excuses zou aanbieden? Dan hoop ik dat hij dat meent. Dank dat u hier wilde zijn. Graag gedaan. Het is een wereldwijde sensatie. Making a Murderer, de nieuwe hitserie van Netflix. Een 10 uur durende documentaire over een Amerikaanse moordzaak vol juridische dwalingen, geknoei met bewijs en dubieuze politiemensen, maar ook briljante advocaten en meesterlijke verhoren. Je kijkt de serie aanvankelijk met open mond en later wil je naar je tv-scherm schreeuwen uit pure frustratie. Ines Wesky, u bent fan van deze serie? Nou, fan vind ik een wat lastig begrip in dit kader natuurlijk. Het is toeschouwer, zou je zeggen. Je kijkt het en je ziet het en je herkent het soms ook wel, helaas. Ja, maar het beklijft wel. U werd er wel ingezogen in deze serie. Ja, ik was natuurlijk bekend met het feit, met die zaak, met dat het gebeurd is. Vervolgens is die serie natuurlijk verschenen. Dat heeft het naar buiten gebracht. Dat heeft het voor een breed publiek wereldwijd, ja. Precies, kenbaar gemaakt. En dan zie je vervolgens de verbazing, de uitroepen en hoe is dat mogelijk. Ja, en laten we zeggen, de gemiddelde strafadvocaat overal ter wereld weet dat dat mogelijk is. En dat dit een perfect storm, zou je kunnen zeggen. Dus die beschrijft. Kijkt er niet zo heel erg van op. Ja, de perfect storm eigenlijk. En waarom gebruik ik dat begrip? Omdat je hier zo duidelijk ziet, hij was eerst in 1 procedure verwikkeld, toen in de 2e procedure verwikkeld. Misschien moeten we even in een notendop, het is heel ingewikkeld om dat heel kort te vertellen, maar voor iedereen die het niet heeft gezien, Steven Avery, een autosloper, wordt op basis van dubieus bewijs schuldig gevonden aan verkrachting, gaat voor 18 jaar de cel in. Dat is zaak 1, zeg maar. Dat is zaak 1. Dan blijkt dat hij het nooit had kunnen zijn. Hij komt vrij. Ja. En in die periode wil hij een schadevergoeding voor het feit dat hij onterecht vast heeft gezeten. Exact. En dan wordt hij opgepakt voor een tweede zaak, in dit geval een moordzaak. Ja. Wederom met dubieus bewijs. Ja, en waarbij een neefje wordt aangehouden, een zekere Desi. En dat, ik zou zeggen, daar kan je weer een aparte film bijna over maken. Nee, Brandon. Zo droevig. Desi. Dat is zijn achternaam, Desi. Oh ja, Desi. Desi, ja, Brandon. Ja, ik ben wel een enorm fan. Ja. Jij bent fan. Program. Ja, ik had een vraag. Zou deze documentaire reeks nou gemaakt zijn om meer aandacht te geven aan hoe het politiek daar werkt? En dat de wereld daar meer van weet. Nou, zodat dat proces misschien anders kan lopen. Het is 10 jaar lang dat ze hebben meegefilmd. Dus ze hebben eigenlijk niet wetend hoe erg het werd. Nee, ze begonnen als studenten, die twee vrouwen die de documentaire maken. Ja. Ze zijn als het ware als Alice in Wonderland, zeg maar, door het gat deze
modder in gedreven. En van de ene verbazing naar de andere. Het is echt helemaal documentair. Omdat ik heel soms dacht ik af en toe... Ze dachten misschien een willekeurige strafzaak. Ja. Ja. Zullen we even naar een stukje kijken? Stephen Avery spent 18 years in prison for something he didn't do. 18 years. 18 years. DNA had come through indicating that he had not committed the crime. Law enforcement officers realized that they had screwed up big time. I did tell them, be careful. They are not even close to being finished with you. Do we have a body or anything yet? I don't believe so. We have Stephen Avery in custody though. Are you kidding me? Waarom moet Stephen Avery hangen? Wat hebben ze tegen hem? Ja, nou, ik zou zeggen, het begint bij de allereerste ellende die plaatsvindt als die eerste zaak start. Vervolgens is hij als het ware de ideale verdachte, zo zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt er dan? En daar begint dus de slag naar links of rechts, de afslag naar het onrecht. Dat is dat een vrouw dus verkracht zou zijn, een mevrouw Beerntse. Dat is een, laat ik zeggen, een bekende figuur in die maatschappij daar, in die sociale omgeving. En vervolgens moet er een signalement worden gegeven. En een tekeningetje daarvan worden gemaakt. En die agent die dat moet doen, die heeft dat nog nooit gedaan. Die vraagt advies, heeft contact met een andere agent en daar gaan we dan. Die zegt, dat tekeningetje lijkt op meneer Avery, die hij kent. En hij pakt een foto van Stephen Avery. En die geeft hij aan die man die een tekening moet maken. Ah. En vervolgens gaat hij in feite de foto natekenen. Et voilà, dan krijgen we de herkenning. Ja. En dat gaat zo door in die zaak. Hè, volledig de verkeerde route in. Mm-hmm. Hij wordt ik heb als dat de fragment ideale... eigenlijk van die compositietekening. Ah, kunnen we even... Ik zal dus nog did even stoppen. Did you cause this to be framed? Yes, sir. Okay. Why did you do that? It was my first composite. It was the only one I ever did that was used in a court case. We were able to present embarrassingly the difference between an older photograph and what we then had, which was the photograph from that night as to how Stephen Avery actually looked. That opened the door to us being able to argue that Coucher drew the composite from the photograph of Stephen Avery that was already in their files. Dit wordt toch nou ja, en, het ja, is het... en vervolgens, ja, nee, om haar. Nee. Dus vervolgens. Nee, graag vast, hou dat vast even. Vragen op. Ik moet nog kijken. Ja. Nee, dus vervolgens hadden we deze fout, hè, deze absoluut fout die niet mag. Op die manier mag je niet een compositietekening maken. Maar vervolgens wordt die aan die vrouw getoond. Ja, dat lijkt wel. En die procedure gaat voort en voort. Avery ontkent, blijft ontkennen. En er is nog van alles wat misgaat. Dat team dat zich helemaal dus op hem stort. Hè, hij moet de schuldige zijn. Typische tunnelvisie. Ja, dan komt het vonnis in zicht. En dan is er inmiddels een ander politieteam in een andere stad. En die belt dan met een van die agenten uit deze zaak, die deze zaak behandelt met Avery als verdachte. En die belt dan met een meneer Colborne, dat is dan de rechercheur. En die andere politiedienst die zegt, nee, wij denken dat wij een verdachte hebben, dat wij de dader hebben en dat die van jullie onschuldig is. Dan zou je denken, dat wordt gemeld ergens. Ja, hè? check, dubbel check. Vonnis komt er nog aan. Ja. Nee, niks wordt daarmee gedaan. En Avery wordt gewoon veroordeeld. En wat is dat niets doen en op dan, dat moment? En dan, 18 jaar later... Ja, hè? Blijkt dat het onmogelijk dan was dat hij de dader was. Omdat er dan een team nog is dat met de nieuwe technieken... en dan blijkt dat die andere man... Is dat kwaadwillendheid van die politie? Het is een opeenstapeling van... De beroemde tunnelvisie, zoals dat heet. Je gaat uit van de schuld. Je bent dus al gestart met de absolute gedachte. Dat is hem. Want het is een vreemde man. Die familie, het is een soort white trash, zoals dat in Amerika heet. Met overigens een familie die altijd om hem heen is blijven staan. Maar het waren mensen die daar bij die autosloperij... En ja, dat was hem. En dan krijg je aan de buitenkant
een hele joelende menigte, hè, de beroemde meute. Die vraagt en die wil en die denkt. En dat is hem. En dan word je langzamerhand de duivel. En die moet bestraft worden. En een rechter die daar allemaal in meegaat. Ja. Er zijn dus heel veel dingen in die eerste procedure al gebeurd. Bij die tweede zaak speelt zijn neef een rol. Die moet dan eigenlijk tegen zijn oom... Brandon Dessie. Ja. Ja, die moet daar tegen verklaren. Laten we even kijken. Ja. If you're not sorry, I can't help you. I want you to testify against Stephen Avery and tell the truth. And this is how I can help you. But I can't help you with those words that you wrote down. I want you to draw another picture over here about him stabbing her. I want you to draw a picture down here of you having sex with her there. Hi, Lynn. Hi, Lynn. This is Michael Kelly. I'm with Brandon right now. Oh, quite well, very well. He's given a detailed statement. Gedetailleerd omdat hij dat vroeg? En nou denk je, dit is een politieman die we nu zien. Ja, hè? Tuurlijk. Dat zou je denken. Ja. En hij staat aan zijn kant ook. Hier hebben we al gehad, de politie, die met hem aan de slag is gegaan. En hem helemaal voedt. Hij zegt, nee, ik weet dat niet. Ik ben die avond met die en die vrienden naar en, daar en daar toe gegaan. Nee, dus ze buigen hem. Ze liegen hem voor. Ja. Ze zeggen dat zijn oom, dus Avery, dat die al hem aan het belasten is. Dat die dus beter wat moet gaan zeggen. Dat die moet gaan vertellen. En ze voeden hem helemaal met hoe dat dan gebeurd zou moeten zijn. En dan gaat hij ze naspreken. Wat blijkt, hij krijgt een... Want daarom is het de perfect storm. Het is de advocaat toen die volledig scheef zat met Brandon. Het is de politie, het politieteam en de rest. Hè? En wat blijkt, die advocaat van deze Brandon, die toegewezen was... die was al, voordat hij naar hem toe was gegaan en benoemd was als advocaat... stond hij al de pers te woord en zei hij al, zonder dat hij hem überhaupt gesproken had als cliënt... dat hij dus in feite schuldig was, dat hij een bekentenis, dat hij een deal zou doen... en dat hij die oom... Dat de oom de slechte Satan, zeg maar, was. Ja, de dader. Dit is... En wat blijkt, wie belt deze man? Want wie is dat? Ik mag niks aan, ik heb het allemaal niet gezien. Maar wat ik heel bizar vind, dat is één, dat dit soort dingen gebeuren. Maar het gebeurt met een camera erbij. Ja, ja, dat wordt allemaal gefilmd. Dat wordt allemaal gefilmd. Die mensen zijn moedwillig deze jongen aan het... pushen om dit maar dit zijn beelden van die... Nee, dit is dus... Zijn het ja, precies. Worden natuurlijk altijd opgenomen. Ja. Al die documentairemakers verwerken dat in... Wauw, dat is niet erg. Maar dit wil ik toch echt nog zeggen. Want, dat krijgen jullie gewoon te zeggen. Dat is, die man die jullie net zagen, die Kelly, Mike Kelly... die zo triomfantelijk aan de telefoon is met ene Len. Len is een politieagent. Mike Kelly is de onderzoeker van de advocaat van Brandon. En die zegt het ging goed. Die heeft dus hem gebracht, ook tot een bekentenis. Komt met zijn spulletjes, zijn oogst, en belt de politie. En waarom? Omdat de bedoeling is dat Brandon moet gaan getuigen tegen Avery. Duidelijk. Bij dit soort dingen, ik zei het aan het begin, je valt van verbazing naar verbazing. En dan denk je misschien om jezelf te troosten, alleen in Amerika, dit soort waanzin. Is dat zo? Nee. Nee. Helaas niet. Er zijn natuurlijk zoveel naamloze en ook wel bekende zaken. Ook in de Verenigde Staten. Je had de West Memphis 3. Dat waren een paar jongeren, minderjarigen, die tot bekentenissen zijn Maar gedwongen. Op deze schaal, maar fout na fout na fout, in Nederland ook? Op die ook? Schaal. En op Nederland hebben we natuurlijk de bekende zaken. Lucia de B. We hebben de Schiedammer Parkmoordzaak. Ook een zaak met DNA die verzwegen werd. In een cursus. 300 figuren uit de magistratuur zitten met droge ogen. Een cursus aan te horen, waarin hen wordt uitgelegd dat er toch andere DNA was. En dat dus op dat moment meneer B. 4 jaar vastzat, al onschuldig. Oh, oké, dat zal ik opschrijven. Waarom is iedereen zo gebiologeerd door deze serie? Waarom kijken we er allemaal naar? Iedereen heeft het over. Waarom is iedereen gebiologeerd? Iedereen? Bijna iedereen, Maxime. Hier aan tafel bijna iedereen. Ja, maar het is wel opvallend hoe jullie als een stelletje kippen over die serie zitten te kakelen. Nou, dat valt wel mee, denk ik, hoor. Dit is vanuit enthousiasme. Kijk, het ene lachbare naast me begrijp ik, want die heeft vanuit een beroepsmatige interesse dat het fascinerend is. Maar uit cijfers van Netflix blijkt dat ruim
80% van alle series die achter elkaar bekeken wordt, door vrouwen wordt bekeken. Wat heeft dat met dit te maken? Nou, dat het gewoon... Wat heeft dat met een foute veroordeling te maken? Nee, dat vrouwen nogal geneigd zijn om heel erg lang naar een serie te kijken. Het is wel de aanzien dat je weer picky bent. Maxime, dit gaat erom dat wereldwijd mensen ontsteld zijn door wat deze documentaire vertelt. Dit kun je toch ook in een uur vertellen? Waarom moet je dat een 15 uur lang uitzien? 10 uur, dat volgen het al jaren, die ontwikkelingen. Nee, omdat je dus dat hele proces volgt. En je volgt dus langzamerhand hoe... hoe die mensen worden ondervraagd, hoe dat er... Ga gewoon een stukje, klein stukje. Ik heb een aflevering gekeken, maar ik wil liever het einde horen gewoon. Waarom zou ik daar godsnaam 15... Dat is aflevering 10. Dan ga je gewoon direct... Niet verklappen nu, we gaan het niet verklappen. Nee, geen spoilers hier aan tafel. Daarom, we gaan het niet zien. Het enige wat ik tot slot wil... Totdat deze man onterecht beschuldigt. Dan weet hij waarschijnlijk wie die gaat bellen. Toch? Ja, zeker weten. Ja, voor een beetje. Uiteindelijk is dat het enige wat je kan redden, Maxime. Een goede advocaat of gewoon niks flikken. Dat zou ook wel kunnen helpen. Maar in dit geval heeft Netflixen. Je niks geflikken. Ja. Netflixen. Hartelijk dank. Straks Isa Hoes en Eva van der Weijden keren maandag terug met Celblok H. Freak. Zij is nu jullie nieuwe baas. Iemand daar problemen mee? En zojuist maakte Maxime Hartman zijn debuut als speciale voetbalverslaggever bij de NOS. Ik krijg het helemaal warm van je, weet je? Ik begin heel wat te transfereren. Ja, even een doekje. Ja, stop. Ben je er weer klaar voor? Ik ben er weer klaar. Zweet je tijdens het trainen ook zo? Ja. Hallo, ik sta hier naast... Vito van Hoogel. Vito, laat maar eens even naar je kijken. Je hebt een beetje een betonnen kop. Ja. Typische verdediger. Ja, kan ik wel zeggen. Voel je ook snel aangevallen? Dan de ander nieuws van vandaag. De aanvaller van Feyenoord, Kazim Richards, is weer in opspraak geraakt. Hij heeft een journalist van het AD bedreigd en is daarom uit de selectie gezet. Als hij daarnaar gevraagd wordt, kookt hij nog van woede. Stop following me, hè? Yeah, you want to stop? Yo, but why you filming first? I'm asking. I have some respect, right? You want to talk or not? No, he doesn't, please. If not, he doesn't wish to. He doesn't want to talk? No, he needs to go home to his children. Goeie bak. Mais goede bak. Ik wist niet dat ze die in die kleur maakten. Nee. Maar ik neem aan dat dit zo'n gast is waar je heel graag achteraan gaat met je microfoon. Nou, als hij zo niet wil, moet je hem wel respecteren, vind ik. Oké, dus dan ga je niet... En hij is wel sterk, hoor. en hij rijdt hard. En hij rijdt hard ook. In het ouderlijk huis van Chagib Akrou in Molenbeek zijn vanochtend huiszoekingen gedaan door de politie. De broer van de Belg, die zichzelf opliest tijdens de aanslagen in Parijs, verloor zijn geduld na vraag van journalisten van de Belgische televisie. Het goudgele hoogtepunt van Eurosonic Noorderslag houdt dit weekend op te bestaan. Althans, als het publiek zich eraan houdt. De bierdouche is volgens festivalmanager Peter Sikkema en Giel Beelen onwenselijk en respectloos. En daarom om het af te leren nog één keer de laatste bierdouche van vorig jaar, die van de Common Linnets. Ik vind het echt van een onbeschoftheid, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik bedoel, het feit dat de jury van deze prijs niet eens meer op het podium durft te komen. Dat er straks een envelop uit de lucht komt. En dat hier allemaal instrumenten met plastic erover staan. Omdat een stelletje onbeschofte gasten met bier gooien. Ja, ik weet het niet. De winnaar van de Popprijs 2014 is... The Common Linnets! Kom maar, zegt ze nog, ja. Wat is er aan de hand? Right. Totale verbijstering hier aan wat tafel. Wat is er gebeurd? Dit heb ik krijgt gewoon een hoop bier overheen. Ik vind het doodzonde van het bier. Ja, zoals jullie wel begrijpen. Ja. Nee, het houdt op als het goed is. Giel vond het niks, maar ja, goed. Waar was ik? In het tv-programma 60 Minutes verbreekt Sean Penn de stilte rondom zijn gesprek met El Chapo. Hij verdedigt deze ontmoeting en doet enkele schokkende uitspraken. Do you believe that the Mexican government wanted... to see you blamed and to put you at risk? Yes. They wanted to encourage the cartel to put you in their crosshairs? Yes. Are you fearful for your life? No. Ik vond het net een film.
toch? Niet een echt interview met iemand. Maar het verbijsterende is natuurlijk... de Mexicaanse politie, overheid, justitie zoekt jaren naar El Chapo. En Sean Penn die belt hem op en die gaat gewoon met hem appen... en die zit in de jungle hem te interviewen. Nou, had wel een intermediair begrepen. Ja, er zat wel iemand tussen. Ja, maar dan nog, dat het überhaupt mogelijk is. Een van de meest iedereen is altijd te bereiken. Als, men, als die persoon wil worden bereikt. Worden, ja. Omineuze woorden. jij, Isa, en jouw goede vriend Mark-Marie Huijbrechts... hebben je laten strikken voor het programma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Zoals het programma... Ja, ze heeft het echt gedaan. Zoals het programma beschrijft, rijden jullie samen gezellig over afgelegen wegen... en langs diepe ravijnen. Ik denk, nou ja, zo eng kan het toch niet zijn? Dat denk ik. Er zijn mensen die een ravijn instorten. Ik heb hoogtevrees, hè? Oh, je hebt hoogtevrees? Ja. Je weet wel dat het hier best wel steil naar beneden gaat? Ja. Echt heel erg steil. Oh, als je zo kijkt. Dat is spannend, hè? Dat is niks. Nee. Niks. En ik doe ook tegen dat ik hou mijn riem vast. Het is echt heel grappig, alsof ik hier iets aan heb. Ja, je zit wel heel veel te lachen, toch? Voor de gevaarlijkste wegen ter wereld. Angst. Angstlachje. Angst. Neurotisch lachje. Was het echt heel erg of niet? Nou, we hebben ook heel veel gelachen gewoon uit lol. We hebben een ontzettend leuke reis gehad. Maar het was ook echt scary. Maar is het een aanrader? Want toevallig heb ik hier gisteren voor het eerst over gehoord. Ja, van collega's. Het is fantastisch. Nee, het was echt fantastisch. Ik zou het zo weer doen. Ja, dat vind ik ook. Waarvan mijn kinderen meteen zeiden sorry. Want ik heb toch wel twee keer een soort bijna doodervaring gehad. En mogen we weten waar dit was? Georgië. Oh, Georgië. Ja, koor. Ja. Maar wat let je op? Georgië. Isa, waarom doe je dit gewoon niet nog een keer dan? En daar moet ik voor gevraagd worden, denk Hoezo? Ik. Je kan toch ook nee, ik kan ook zelf gaan. Nee, ik kan sowieso zelf gaan. Je hoeft niet altijd een camera erbij te hebben. Jawel. Nee. Kan ik me niets meer voorstellen. De gevaarlijkste wegen van de wereld begint aanstaande zondag om 8:45 bij BNN op NPO 3. Donald Trump heeft een nieuwe troef in handen. Drie meisjes, genaamd USA Freedom Kids... hebben ter ere van de Republikeinse kandidaat het liedje... The Donald Trump Song gezongen tijdens een campagnebijeenkomst in Florida. Enemies of freedom. Face the music. Come on, boys, take them down. President Donald Trump knows how to make America great. Deal from strength or get crushed every time. Jij gelooft niet dat het echt is? Nee, is het zin? Het is echt. En het gaat heel lang door. Maar het lijkt heel erg op K3. Beter. Het lijkt heel erg op K3. Nee, dit is wel heel erg. Het is waanzinnig. Dat is toch wel een feest, toch, die Amerikaanse verkiezingen... dat je dit soort snoepjes erbij krijgt. Maar heeft hij dat niet misschien expres zo ingezet... om een soort van statement niet te maken? Niet zodat wij hier in Nederland verbouwereerd aan een talkshowtafel zouden. Nee. Ik denk dat het vrij serieus bedoeld is. Oh, shit. Eerder vanavond twee bijzondere gasten bij De Wereld Draait Door. Omdat Sesamstraat dit jaar 40 jaar bestaat... zaten niemand minder dan Bert en Ernie aan tafel... en gaven een allereerste live tv-interview ooit. We weten veel van jullie, want we zien jullie vaak, maar we weten ook heel veel niet. Bijvoorbeeld lezen jullie de krant. Weten jullie bijvoorbeeld dat de grote zanger David Bowie is overleden? Dat heb ik wel gehoord. En ik heb de uitzending ook gezien, ook met Patricia Pai. En ik vond dat juist heel ontroerend. Want ik heb ook een ervaring met Patricia Pai. En ook de hele nacht door. Ja. Maxime Hartman maakte zojuist zijn debuut als speciale verslaggever van NOS Sport. Want een interview met voetballers, dat is al snel een opeenstapeling van clichés en nietszeggende antwoorden. Aan Maxime de schone taak om daar verandering in te brengen. Ik neem aan, dus Maxime, dat wij nooit meer gaan horen. Wat ging er door je heen? Hoe voel je je nu? Dat blijft ongetwijfeld gevraagd worden. Maar niet door jou? Nee, niet door mij, nee. Ik doe maar één keer per week één speler vooraf. Mm-hmm. Want ik heb helaas de tijd en ook de zin niet om bij elke wedstrijd... s'avonds, vrijdag en zaterdag en zondag bij het reclamebord te gaan staan. Ja. Maar op vrijdag vind ik het wel leuk, op vrijdagmiddag. Hoe is dit tot stand gekomen, dat je dit bent gaan doen? Want ik zou niet zeggen dat Maxime Hartman de allereerste keuze is van de NOS. Ik heb wel 250 keer gemaild naar de NOS, of ik dat alsjeblieft mag doen. Is dat echt zo? Nee. Ik had Henry Schut, iedereen bekend, presentator van Studio Sport... had ik in mijn programma Nog Meer Voor Mannen. En die was best wel krachtig. Hij was moeilijk uit zijn evenwicht te krijgen, blijft heel erg zichzelf. Dus dat een leuke middag. En ik denk dat hij tijdens de brainstorm een keer aan me dacht... en dacht, misschien moeten we dat eens een keer proberen. En ik had graag willen zien hoe die gesprekken dan zijn gegaan bij de NOS... voordat ze tot dit besluit komen. En dan bellen ze jou. En moest je eerst nog proefdraaien? Nee. Je mocht gewoon meteen los? Ja. Zullen we even kijken naar de aankondiging? Pikante ontmoeting is altijd ook ADO tegen Ajax. Onze nieuwe sterreporter Maxime Hartman is in Den Haag. Huh?
Heb je carte blanche gekregen, Maxime? Mag je alles doen wat je wil? Ja. Er waren wel 6 man van de NOS meegegaan om... om je in toom te houden. Maar ze vonden het eigenlijk best wel goed gaan. En, ze hebben alleen gevraagd of ik niet zoveel wil vloeken. Heb je daaraan gehouden? Ja, er was geen reden toe. Maar als een reden zich aandient, dan zul je het wel weer doen, of niet? Zeker. Jouw eerste interview, we hebben eigenlijk al een stukje gezien. Vito Wormgoor was dat. Hoe ging dat? Nou, het ging wel goed. Ik moest wel even wennen aan het feit dat je als voetbaljournalist heel laag in de rang staat. Je komt eraan bij zo'n stadion en je wordt gewoon anderhalf uur aan het lijntje gehouden. Dus je krijgt niks, je krijgt niks te drinken, ook niks te eten. Dus je moet gewoon wachten. De cameraman die gaat dan gewoon liggen, die is dat al gewend. Die gaat gewoon tegen zijn camera aan lepeltje liggen. Ja, ik wist ook niet meer zo goed wat ik moest doen. Ik dacht, nou, het zal wel zo horen. En uiteindelijk kon de speler die wij dachten dat we konden interviewen, die konden we eigenlijk niet meer krijgen. Want die was al weggegeven aan andere ploegen. En gelukkig kwam ik een Hagenees tegen. Die vond dat programma wat ik eerder heb gemaakt Nog meer van mannen leuk. Die zei, hey, ga je interviewen? Terug naar de studio. Er zit ook iemand met Foundation. Ja, een stokpaardje van hem, maar daarover later meer. Wat is dat toch? We hebben ze allemaal eindeloos gezien, die ongemakkelijke interviews waar eigenlijk helemaal niets uitkomt. Wat is dat toch met voetballers, dat ze zulke antwoorden geven? Dat het zo raar en ongemakkelijk wordt. Nou, ik vroeg, dat zit niet in het stukje, maar ik vroeg aan Vito. Heel veel journalisten denken dat voetballers echt slecht kunnen praten en een beetje dom zijn. Hij zei, ja, dat kan ik wel bevestigen. Dus dat is één. Twee is, de leiding van de voetbalclubs beschermen hun voetballers omdat ze, als ze dood zijn, dat er negatief nieuws naar buiten komt. Mm-hmm. Ja, dat is het wel eens een beetje. Wie wilde nu nog geïnterviewd worden? Nu nog? Ja, wie dient zich nog aan? Nou, ik heb een hele leuke sfeer hoor met die jongens. Ik vind het wel leuk uitzien. Ik ook, en ik kan me ook voorstellen dat het voor hun bevrijdend is. Ze zijn zo. Waarom? Nou, drie triple X. Dat betekent porno. Nee. Nee, no. Is dat zo? Waarom ontaart dit weer helemaal? Ik wil even... Blijf ook even stil. We gaan het nog niet over seks hebben. Dat kunnen we straks doen. Afwijking aan deze kant, kennelijk. Ik kan me ook wel voorstellen dat het voor de jongens bevrijdend is. Om even out of the box te praten. En niet, want het is ook altijd over sport te praten. Lijkt me ook eigenlijk verschrikkelijk. Het is heel saai. Toch? En nu mag je een beetje jezelf... Foundation is leuk. Ja, het zijn ook maar gewoon mensen. Ja, daarom. Nu toch ook een beetje dezelfde taal. Dus daar gaan zij ook zo praten. Ja, het is niet ook de schuld van voetballers altijd dat ze zo slecht uit hun woorden komen. Het zijn ook vaak de tuttige vragen. De onderdanige vragen van die journalisten. Die zijn altijd een beetje op zoek naar narigheid. Terwijl het zijn natuurlijk gewoon hele jonge gasten. Weet je wel? Die hebben ook gewoon humor en die hebben ook ambities. Een meester in het geven van antwoorden is Kenneth Vermeer. Hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd? De afgelopen dagen? Hoe was dat de afgelopen maanden voor jou? De afgelopen maanden. Wat is jouw bedoeling? Wat mijn bedoeling is. Waarom gaat het vandaag mis? Waarom gaat het vandaag mis? Ja, wat gebeurde er? Wat er gebeurde? Vlak voor tijd krijg je toch nog de genadeklap en nu weer. Ah. Nu weer? Meesterlijk. Ah. Ja, maar... Heel veel tijd om na te denken. Wie verheug je het meest eigenlijk, Maxime? Nee, ik heb geen voorkeur. Nee? Nee. Kijk, ik ben wel benieuwd. Er moet iets gebeuren. Er moet energie zijn. En het kan positief zijn dat je er samen de slappe lach krijgt. Maar het mag ook wel eens een keer een licht vechtpartijtje worden, wat mij betreft. Met je microfoon. Met je NOS-plopper. Ja. Superleuk. Ik vind het een meesterzet van de NOS dat ze jou hebben genomen. Ik verheug me op. We zullen het afwachten. Ik weet het zeker. Ik ga eindelijk kijken naar voetbalinterviews. Dankjewel. Veel plezier ermee. Vanaf maandag is de keiharde gevangenisserie Celblok H weer terug. Eva van der Weijden en Isa Hoes laten de glitter en glamour achter om zich voor de derde keer te storten in de wereld van de vrouwengevangenis. Nu zien die er heel mooi uit. Ja, maar in de serie hoeft dat niet. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Heerlijk. En ik kan me zo wel voorstellen dat die gevangenis nu een beetje jullie thuis is geworden. Klopt dat? Het is al even geleden, maar... Gek genoeg, ja. Dus voor ons wel weer meer dan een jaar geleden dat we daar waren. Maar gek genoeg voelt dat heel erg als had thuis. Had iedereen lekker zijn eigen celletje? Ja, lekker ook, ja. Nou, je moet natuurlijk wel... dat weten de meesten misschien wel, maar het is gewoon echt een gevangenis. Ja. Het is gewoon wel scary ook als je daar binnenkomt de eerste keer. Het is heel koud en kil. Het is gewoon echt in Alkmaar. Alkmaar. Ja. En het is toch wel gewoon... Ja, niks is gemaakt daar voor een serie. Het is gewoon echt. Menselijk, nee, het is gewoon echt. Je lopen klagen als actrice dat je... Nee, juist, dat werkte juist heel goed. Sterker nog. Ze beseften. Ja, je beseft je dus heel goed van... Wow, ik weet dat de verwarming een keer uitviel bij ons. Het was zo koud. En dan heb je het te zeiken erover. Dan denk je, dat zal ook wel eens gebeurd zijn met die mensen die hier zaten. Natuurlijk. En jij kan nog en wij gaan s'avonds naar huis. Ja, lekker warm. Laten we even kijken. Uitgebroken. Hij heeft het gedaan. Niet dat het te bewijzen valt. En wie ben jij? Mijn naam is Agnes Brinkhorst.
Maar voor jou ben ik de directeur. Jij hebt mij verliefd. Bullshit, ik heb het gedaan. Aan het einde van de dag is Freddy uitgeschakeld en run ik de tent hier. Ben je bij Kramer? Ga onmiddellijk naar daartoe. Ze heeft die wonden zichzelf toegebracht. Laat er geen minuut alleen, begrepen? Ik wil weten waarom je mijn dochter hebt vermoord. Zij is nu jullie nieuwe baas. Iemand daar problemen mee? Ja, Eve, je hebt je helemaal in bochten moeten wringen met je agenda om hier aan mee te kunnen doen. Waarom was het zo belangrijk voor jou? Nou ja, wat fijn is voor mij deze rol, is dit soort rollen worden voor vrouwen gewoon niet zo heel veel weggegeven hier in Nederland. Er zijn niet zoveel vrouwelijke rollen die zo'n rauwe, stoere, no-nonsense kant hebben. Dus ik was zeer dankbaar en heel blij dat ik een keer helemaal zo lelijk als wat helemaal de vol kon gaan. Wat voor meisje is het, voor de paar mensen in Nederland die het nog niet gezien hebben? Freddy is de top dog, zoals dat heet, in de gevangenis. En zij is, ja, is een stoere vrouw met een rauwe kant. En ze wil altijd in controle zijn en ze pakt graag de leiding. Maar als niemand kijkt in haar eigen celletje, dan heeft Freddy ook een hele kwetsbare, onzekere kant en is ze heel erg zoekende. En is ze gek genoeg wel een beetje op haar manier, maar ze is ook best wel zorgzaam voor de meiden. Ja, ik heb nooit op cel gezeten, maar gelukkig niet. Ja, het is moeilijk in te schatten, dat zou ik zeggen. Volgens mij zijn er wat meer restricties in het echt. Dus er is niet zoveel mogelijkheid om voor dergelijke interactie. Freddy is creatief, zeg ik heel. Het is een drama-serie. Nou ja, het celblok is natuurlijk een remake van Wentworth uit Australië. Dus dat is een remake, dus het zou kunnen dat daar regels precies, daar weer anders zijn. Dat is ook zo. Het is gevangenis. Ja. Er zijn grote verschillen. Er zijn gevangenissen, ja. Nigeria, ik noem maar wat, ja. Waar je 's avonds met het personeel uit kan. Nou ja, precies. Of zoals in sommige in Zuid-Amerika, waar gewoon een stad bestaat, waar bewaarders helemaal niks meer te zeggen hebben, waar de gevangenen zelf een soort regels, kleine maatschappij. Ja. Ja. Nee, maar we hebben het dus zoveel mogelijk proberen te nationaliseren. Ja, eenzaamheid. Snap ik, ja. Is het voor jou een, dit is natuurlijk totaal iets anders dan je eigen leven, want je hebt geen crimineel verleden, zover ik weet. Dit soort uitspattingen niet. Maar is het, zoals Eve zegt, zo dat er weinig van dit soort rollen zijn waar je zo in kan vastbijten? Nou, voor mij was het natuurlijk wel iets anders. Want hoe Suus de gevangenis inkwam, dus twee seizoenen geleden, of het begin, was het gewoon een vrouw zoals wij allen. Alleen, deze vrouw werd mishandeld. En dat was niet zo. Ja, ze slaat op een gegeven moment door. En dat kan natuurlijk ons allemaal een keer gebeuren. Dus ik kwam in de gevangenis en jij zat er natuurlijk al een tijdje. Uiteraard. En, maar gaandeweg de serie, dus seizoen 3, ja, dat is voor mij was echt gewoon de rol waar ik heel blij van werd. Zij verandert de hele tijd natuurlijk. Wij maken precies een andere ontwikkeling door eigenlijk. Jij wordt soft en jij wordt snoeihard. Zullen we even naar jou kijken? Oh, ja. Zeg, Freddy. Ja? Ik zou het persoonlijk erg vervelend vinden als de drugs die hier binnenkomen door jou geregeld zijn. En waarom denk jij dat? Ik zeg het gewoon maar even. Zij wordt eigenlijk getekend door de maatschappij waar ze in leeft in de gevangenis. Ja, kijk, wat er gebeurt als je in de gevangenis is, er zijn weer andere regels. Dat is een andere maatschappij. En het zijn een paar vrouwen waarvan je denkt, nou ja, dat kunnen vrouwen zijn zoals jij en ik. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel foute vrouwen in de gevangenis die wel gewoon moedwillig al hun hele leven dingen doen en daar totaal geen probleem mee hebben wat ze hebben gedaan. En ook helemaal geen zorgen hebben of ze eruit komen of niet en gewoon weer doorgaan. Dus ja, je krijgt een hele andere maatschappij daar. En daar moet je zien te handhaven als... Ja, kijk, Freddy die zit natuurlijk al een tijdje in. Dus zoals je Freddy leert kennen in seizoen 1 en zo, heeft ze echt die houding en heeft ze de leiding en alles. Een bepaald soort stoere houding. En eigenlijk gaat Suus veel meer die kant op. En precies wat jij zegt, je moet je ook in zo'n wereld als die houding aannemen als een soort van overlevingsmechanisme om maar gewoon... En wat natuurlijk bij Suus aan de hand is, ze heeft de dochter verloren. De man is dood in seizoen 3 begint. Oh, dan heb ik wat verraden voor de mensen die het niet gezien hebben. Oh, wat jammer. Nee, maar er komen ook geen herhalingen. Dus nee, daarom. Dat maakt helemaal niks uit. Maar dan, wat heb je dan nog te verliezen? Ja, helemaal dan word je natuurlijk ook bandeloos. In de serie zijn jullie elkaars rivales, maar in het echt hebben jullie een innige band, met de rest ook. Jullie hebben zelf een groepsapp die heet Celblok H Bitches. Hoe kom je daarbij? Heb jij dat verteld? Ik weet alles. Ik wil ook in die groepsapp. Nee, helaas. Maar hoe gaat het? Eerst in het pak, eerst strafblad. Eerst strafblad, maar hoe gaat het eraan toe? Hoe gaat het dan? In die app bedoel je?
Nou, hier is mijn telefoon. Ja, ik heb hier. Nou, hier. Nee, maar het is niet zo te zijn dat je vrienden wordt als je zoiets doet. Dat, nou, dat is wel heel bijzonder. Nou, ik ben eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Je wil eruit. Ik wil eruit, totaal uit. Ik wil een vriend mij. Nee, maar ik had voordat ik ging acteren al een heel groot sociaal leven buiten het acteren om. Dus ik heb heel veel fijne vrienden buiten het wereldje. En wat ik zo fijn vind aan ons groepje is dat ik eigenlijk voor het eerst echt vriendinnen ben geworden met een groepje actrices. Waarmee ik dus ook gewoon dingen over het vak kan delen en advies en hulp. Waarom lukte dat voorheen niet? Zijn dat niet zulke leuke... Tuurlijk wel, absoluut. Ik krijg meer dan genoeg hulp en steun van mijn vrienden. Daar gaat het helemaal niet over. Maar zij zitten in hetzelfde wereldje als ik. En dat helpt wel. Het is gewoon een heel erg no-nonsense groepje. Dat vind ik de kracht van dit clubje. Ja. Er zit geen diva bij. Nee. Nou. Nee. Oh. Zeg maar niet vragen wie. Ik nam hem al zelf, hè? Ik nam hem al zelf. Iets anders, Isa. Je hebt deze week een gouden boek overhandig gekregen van Toen ik je zag, over Anthony. Meer dan 250.000 exemplaren verkocht. Gefeliciteerd, schat. Echt. Is dat belangrijk voor jou? Poeh. Of dat nou belangrijk is, weet ik niet. Dus natuurlijk ben ik best eerlijk in het hartstikke leuk dat je er geld aan verdient. Mm-hmm. Want mensen doen altijd heel heilig over dat soort dingen. Maar daar ben ik wel eerlijk in. Maar ik vind het nog steeds gewoon heel mooi wat het doet met mensen. En ik geef lezingen, nog steeds, al die 2,5 jaar, door het hele land. En er staan zoveel mensen op die zeggen: dankjewel dat je mijn verhaal hebt geschreven. Of dankjewel dat je me geholpen hebt om te begrijpen waar mijn partner doorheen gaat. Of mijn broer. Of je wil niet weten hoeveel mensen dit ziektebeeld, of hoe je het ook wil noemen, maar...